we deze vlog beginnen, neem ik jullie mee naar camping De Meidoren in Sluis op 700 meter van het centrum. Dat is toch echt wel geweldig, hè? De speeltuin voor de kleinste kan je hier al bewonderen. En voor de grote mensen zie je hier natuurlijk ook die elektrische scootmobiels voor Sluis onveilig te maken. En herinner jij je nog deze schulbak? Oh, dat was lang geleden. We wandelen even verder en zo komen we dus aan de receptie met het kleine cafeetje en enkele pingpongtafels. Je ziet me hier al glunderen in die prachtige veranda met banken, een kacheltje, wat tafeltjes, ideaal om een lekkere koffie te drinken. Je ziet me al even verder wandelen, want zo'n boek wil ik ook wel eens lezen of in het kinderhoekje zitten. Natuurlijk, toiletten, het sanitaire gebouw, het hoort er ook allemaal bij. Piscijns en het toilet, daar hoef ik je geen uitleg bij te geven. Maar de douches, dat is even iets anders. We openen even de deur en we zien hier al in de verte de doucheslang hangen. Je moet gewoon op een knop duwen en je krijgt 5 minuten lekker warm water. De vloerveger hangt al klaar, het bankje is er en enkele kapstokjes. De wasserette is betalend. En even verder heb je de badkamer voor mensen met een beperking. Dit zijn nog enkele wasbakken voor als je je baard wilt scheren of je wilt schminken. En hier gaan we een kleine blik doen op de camping. Dit is het gedeelte naast het sanitair en dit zijn de dronebeelden. Zin in een weekendje Zeeland tegen België aan? Kom dan naar camping De Meidoren in Sluis, 700 meter van de Centrumstraat. Shoppen, shoppen, shoppen! Sorry voor de schokkende beelden alvast, maar als ik aan het zwemmen zie je mij ook zo in een bloot bovenleven. Nu word ik wakker en nu ben ik aan het zien. Roman is totaal niet aanwezig. Ik heb wel gemerkt dat hem al alles heeft klaargezet voor koffie te maken. En de deur staat open. Ik heb het dus niet gehoord, ik heb dus heel goed geslapen. Maar nu kom ik hier en hij hangt hier een papiertje dat ermee opgehangen. Nu staat er toch niet op, poepie, ik kan niet slapen, ben fietsen en dronen. Als ik over een uur nog niet thuis ben, lees het dan terug. Hahaha, flauwe plezante, zonne. Dus heb ik geprobeerd je te bellen, maar je neemt dus niet op. Waarom niet? Ja. Wellicht hier ze een gsm. Is hem die gsm toch weer niet vergeten, zeker? Nee, zit ik hier, hè? Dan gaan we over een uur nog maar eens terugzien. En dan ga ik al koffie drinken, hè? En douchen, hè? Ja. Wordt vervolgd, hè? Dan kom ik juist uit een douche en ik heb weer iets kapot gedaan, hè? Die Van Dijk die doet alles kapot, hè. Moet eens zien. Ontslang. En dan is dat deze er vanaf geraakt. Chakamakamaka. Hoe heb ik dat nou weer gedaan? Maar ja. We gaan het nog eens doen, hè. Je weet wat ze zeggen, hè. Voor al je afbraakwerken, groot of klein, dan moet je toch bij Hans Van Dijk zijn. Ja. Dan moet Roma nog maar eens gaan maken als hij terug is. Hè. We zijn ondertussen een uur verder. En ik ben ook aan het zoeken. Maar ja. Als ik over een uur nog niet thuis ben, lees dan dit terug. En met zijn gsm niet bij. Dat belooft heel veel goed. Dus sluit ik net het vorige filmpje af. Wie komt hier in één keer aangereden? Hier staat hem, hè. Dag, schat. Hey. Vertaan we gsm mee pakken. Ik zeg ik iemand te bellen naar dat briefje en ik zie ik niks. Ah, oh, sorry, hè. En ik heb iets kapot gedaan. Ah, nou weer. In een douche weer al. Kom eens naar binnen. Oh, en kijk dus. Hoe dat gekomen is, weet ik niet, hè. Maar... pak gewoon je draad vast. Allee, gaan we maar zien. Het ligt op de grond. Ik heb het al gefilmd. Oh. Jij zei er juist van, we hebben een plastieke kabel beter nodig tegenover een ijzer, want nee, dat is ook gewicht. Dat is gewoon inschroeven. Dat is gewoon inschroeven. Ja, oh, okay. Ja, dat is zo gemaakt.
Oké, dat is goed. De koffie is klaar. Allee, het water toch al. Ik heb het horen piepen toen ik in een douche stond. Moest ik dat ook nog doen? Dat meen je niet. Ja. Alles zeg. Ja, moet ik hard werken als je weg bent. Hè? Heel mijn leven is kapot dan. Dat weet je toch. Ja. Allee, ik ben benieuwd naar uw droonbeelden. Hè? Ja. Ik denk als mensen ook hier. Ja. Is het gelukt? Denk het. Allee, we zullen dan zien. Ik ben een magelijk kwaad. Ah ja, vandaar dat we op tafel staan. Ja. Ondertussen is het net 12 uur gepasseerd. Onze stroom is voor de derde keer uitgeslagen ook. We zijn al komen instellen. En we zijn vertrokken naar het centrum van Sluis, vlakbij de Bijaard. En hier hebben wij bij de Drie Wijzen een plaatsje gevonden op het terras. Is hem lekker? Ja. Oh. Lekker slaatje bij ook, hè? Valt mee, hè? Een vers slaatje. Met precies worteltjes uit een zakje. Want ze zijn wat droog. Ja, dat is hartstikke. Maar pak me dan met twee eitjes, lekker. Tosti madame, hoe wij het zeggen. Ik krijg hier in Nederland altijd ketchup bij. Geen mayonaise, maar Belgen is mayonaisehand. Het is lekker. Ik moet wel vertellen, we zaten hier, dat is wel een beetje druk. Maar we kregen eerst ons eten en een drank waren ze vergeten. Come on.
na een kwartier eerst te weten krijgen. Een klein minpunch. En dan moet er gewerkt worden op de terras. Voor de rest, heel lekker. Heel goed. En ja, we gaan verder eten. Net gegeten, we zijn helemaal klaar om een rondje door Sluis te maken, zodat we jullie kunnen meenemen naar de bezienswaardigheden hier in Sluis. We zijn er klaar voor, we gaan vertrekken. Na een kwartier fietsen zijn we aangekomen bij de Kruisdijkschans. Een kruisdijkschans staan, ja, is nog van vroeger eigenlijk op het veld, maar ook nog van het leger, want dat had hier een militaire functie. Als we dan even gaan omdraaien, zien we in de verte het mooie gebouw staan. Het is wel volledig gerestaureerd, we zoomen even in en voilà. Prachtig gebouw. Zo'n touwtje. Willems wortels met gember. En dat kan je eigenlijk kopen en betalen op de rekening. Toch mooi gezien eigenlijk, hè?
Pannenkoekjes nog gaan eten, dan zijn we teruggekomen en dan zijn we, ja, Hans is gewoon is ontkleuren geweest. Ik heb al liggen, ja, slapen in de zon. De tijd tikt en op een gegeven moment is het zo tegen 8 uur aan. 7 uur was het al. Hans wil gewoon eten. Ik zeg, oké, dan moeten we snel zijn. Okay. Nu blijkt dat hier alles in het dorp tegen 8 uur stopt met de keuken. Het zijn allemaal dagrestaurants, hè? Dus alles, ja, het zijn allemaal dagrestaurants. Dus dan zijn we heel snel naar de Jumbo gereden. En dan, ja... We gaan betant met die zakjes, hè. Dan krijg je nog iedere goeie open. Nee, en je hangt er zelf mee vol, hè. Dus dan hebben we een salaatje gekocht bij de Jumbo, wat koude pasta. Nog wat tapas die we hadden staan. Nog wat tapas, nog broodjes. Dus ja, want ja, eigenlijk dat ligt nog altijd wel op de maag, die pannenkoek. Dat was toch een beetje zwaar, en zo laat. En je slechte koffie ook, want vroeger smaakte je dat echt heel goed aan. En nu die koffie, dat is zo, ik weet niet. Precies dat die tas ook niet goed was afge... Ja, we gaan er niet meer over bellen. Loslaten. Loslaten. Oei, voorzichtig. Normaal doe je dat op je bord, hè, dat bakje. Ik zei dat hier, ik heb dat om. Ja, maar ik zie de tafel hier schudden. En het is nog een mooi zonnetje. Niet te koud. Het is nog mooi zon, het is niet te koud. De wind begint een beetje te liggen, want het heeft die al de dag al flink gewaaid. Kom maar zitten. Ja. Eten. Smakelijk. Normaal gesmost. Het is hier een grote smosserij, maar geen donger, hè. Afwas is gedaan. En wat gaan we nog doen? Nee, maar het is onze laatste avond. Wandelen? Denk ik het niet. Want we zijn alle twee heel moe, denk ik toch? Fietsen kan, maar wandelen niet. Fietsen? Of wat wil je fietsen? Je weet het niet. We denken er nog over na. En anders is het wat tv kijken, hè. En wat opruimen. En morgen spijtig genoeg naar huis. Maar we nog een beetje proberen te genieten van de avond. Goedemorgen. Het is 8 uur. En we moeten helaas naar huis vandaag. Hans, die ligt hier nog te slapen. Kan die niet wakker maken, hè? Is wakker. Kom. Allee. We moeten door. Kom. Alles moet ingepakt worden. We moeten zo biedt van de camping. Allee. Dat is wel eens van allemaal. Oh. Ja. Ja, morgen is het zo. Ja.
Ja, ja. Kom. Opstaan. Nog even. Ja. Nog wat snoezen. Het is 11:30. Ik kan niet, de zon is nog niet ver genoeg. Ja, moet jij koffie hebben nog? Niks hebben. Zelfs, zo zich wakker komt, dat denk ik. Het is hier wel redelijk smal, dus Hans gaat heel goed moeten rijden. Ik heb de walkie-talkie al vast. En dan gaan we kijken, hè. Perfect. Ondertussen is Roman eigenlijk het toilet reinigen. Ik hou hier het allemaal in doog, want we zetten onze kranen open. En dan kijken wij hoeveel water er nog in zit, want we rijden bijna met een lege tank altijd naar huis. Dus hier staat er eentje te draaien. En in deze staat ook te draaien ze. En dan zelfs gaan die allemaal uit. En dan hebben wij, als we 10 liter hebben, is dat voor ons al voldoende, want we plassen toch nog niet onderweg. De volle watertank is ook bijna leeg, dus dat valt mee. Het gaat goed hier, het is dan schuin. En dan zelfs nog het afval wegdoen, een goede dag zeggen en vertrekken. Inmiddels al even thuis, het is 9:00 s'avonds, we zitten buiten in de tuin. Te genieten, hè? Ja, een heerlijk briesje. Het zeebriesje dat we hadden in Sluis, dat is hier ook. Maar niet zo hard, hè? Niet zo hard, dat klopt. Het was niet makkelijk om te vliegen met de drone. Ik heb maar een klein beetje beelden gedaan. Ja, ik had een beetje bang van, vooral niet de beaufors, de windkracht, maar van de windstoten die er waren. En als je dan een boom heel dichtbij hebt en je de wind stoot, dan de drone kan dat niet aan, dan hangt die in de boom. Ja, dus het is net nieuw en hij is nog niet zo zelfzeker ermee. Ja, met knikkende knieën. Ik mag het u zeggen, met knikkende knieën heb ik de beelden gemaakt die we hebben. En af en toe vergat hem op record te duwen, moest hij dat toch opnieuw doen van mij. Ook al. En dan heb ik gezegd op een paar stukken van, hier steken jij die niet naar boven, want dat is hier veel te gevaarlijk, ja. Toch te veel wind. Ja, mooi. Dus, er zijn toch een paar dronebeelden geweest. We hopen dat je ze leuk vond. Ja. Er zullen er ongetwijfeld nog wel vele meer komen, ja. Maar je weet het. Oefenen, hè, schat? Oefenen, absoluut. Voor de rest was het heel leuk. Het is goed voorbij gevlogen eigenlijk. Spijtig genoeg vliegt het aantal zo rap. Hè. Veel te kort. En over een week of 2-3 zijn we weer weg. Want dan hebben we 2 weken verlof, 2 weken vakantie. Nee, vakantie echt. Hè? Echt ja, vakantie. Dus dat is leuk. Ja. Het gaat heel leuk worden. We zijn van alles aan het plannen. Daarover later meer. Ja. Voor de rest, ja, Camping de Meidoren. Unieke locatie. Heel mooi om als je Sluis wilt bezoeken, je wilt lekker vertoeven, is een weekendje lekker niks 600 doen. Meter van het centrum, mensen. Te voet. Te voet, het is niks. Het is niks. Zelfs wij, lui, wij zijn veel te lui. We hebben dat met de fiets gedaan. Ik spreek voor mijn eigen. Ik spreek van mijn eigen. Maar het was echt super. Een heel mooie camping. Het is proper. De eigenaar heel vriendelijk. Onze stroom is een paar keer uitgevallen. Hij is dat komen terug opzetten. Hij heeft ook gezien van ja, dat moet een beetje misschien toch eens hersteld worden. Maar echt fantastisch. Klopt, ja. Het was een goede ervaring. En de wifi, we zaten er dichtbij. Maar ja, eigenlijk kwamen we er wel af en toe door. Er is één avond geweest dat eigenlijk alle buren er wel last hebben van gehad. Had. Ik denk gewoon niet. Eigenlijk, ja, het is perfect gegaan. Ik denk dat s'avonds gewoon iedereen op de wifi ook, ja. Iets zit te streamen, dan moet je maar een beetje wachten. Hè, ja. Voilà. Of gewoon lekker buiten zitten. Hè. En we hebben toch veel gestreamd van YouTube, andere we vloggers gekeken. Ja, dus ja. Prachtig om te zien. Hè. Ja, voor de rest, herhalingsvatbaar moet ik zeggen. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Absoluut. Dus ja, ik zou zeggen, volg ons, vind ons leuk, abonneer op ons en tot de volgende keer. Daag!